Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag gaan wij Uncharted 1 spelen. Big Fortune. En ja, always keep hard lead, see hard lead. Dus ja, we moeten altijd een goede aanleiding zijn om ergens aan te beginnen. Maar doorgaan tot een bittere eind. Tot echt iets af. Tot iets echt afgerond is. Dus neem het waar. Ik sta hier even buiten de kust van Panama, waar we zojuist de vermoedelijke doodskist hebben opgevist van de legendarische Hoe hebben ze ons hier verdomme gevonden? Ah, die gasten volgen me al wekenlang. Ik dacht dat ik ze kwijt was. Waarom zijn ze zo boos op je? Het is nogal een lang verhaal. Ze vinden je niet erg aardig, hè? Mond houden en schieten! Schiet nou op, Sully. Daar ga je spijt van krijgen! Ze klimmen aan boord! Dat had je gedacht. Nee! En nu ben je de lul! Kom op, Sully, waar ben je? Wacht even, Knul. Ik ben ook zo jong niet meer. Nou, je was anders niet te oud voor die kleine barmeid in Lima. Nou, wel soms. Dat is heel wat anders. Al moet ik toegeven, het was net zo vermoeiend. Nog even volhouden, ouwe. We zijn er bijna. Weet je, ik bedenk me net. Heb ik je ooit verteld over die keer dat ik een vals 16e eeuws heilige beeld van Pablo Escobar heb gestolen? Wel gevaarlijk, maar toen hij erachter kwam dat... Nee, luister je eigenlijk wel naar me? Ik hang aan je lippen. Waarom probeer ik het ook?
Denk je nou echt dat Francis Drake hier helemaal geweest is? We zijn flink uit de buurt van Engeland. In de buurt moet hij geweest zijn, maar ik weet niet waar. En? Nee, ik snap het niet. Volgens dit ding staan we precies waar we moeten zijn. Misschien lees je dat ding verkeerd. Laat eens kijken. Nee, dit is de juiste plek. Ja. Er is hier helemaal niks, nee. Weer een doodspoor, verdomme. Rustig, Sally. Relax. Laten we even rondkijken. Dat kan je er zo vragen. Even zien. Is er hier dat ik een stop? Oh, Jezus. Dit is zoeken naar een bruid in een bordeel. Ja, wat hier niet. Is komen van. Toch naar hinder, denk ik. Ga eens naar hier. Zo. Dit lijkt er meer op. Hier moet ik een op. Dacht ik. Wat denk je dat dit is? Van de Inca's? Nee, het is ouder. Zo'n 2000 jaar ouder. Huh. Nee, toch niet. Het is gevonden? Nog niet. Wow, wow. Voorzichtig daarboven. Wow. Oké, nu ben ik hierin te geraken. Hier al zitten. Ik kan een korte tijd. Dat had ik niet kunnen geloven. Oké. Die Spanjaarden hebben heel wat troep achtergelaten. Dat is wat ik hier kan doen. Pas op, Nate. Dat is behoorlijk diep. Je meent het. Hier, laat mij maar.
hou hem open. Probeer jij hem aan de andere kant vast te zetten. Oké, laat maar gaan. Dit houdt wel. Snel, Sully! Dat ging nog maar net goed. Ja. Nou maar hopen dat er een achterdeur is. Nee, dit ziet er bekend uit. Ik geloof dat er iets in Drake's dagboek stond hierover. Ja, dit is het. Dit ding is een soort lamp of stoof. Kijk eens of je hem aan kunt steken. Dus, na al je gezeik over die sigaar, komt hij toch goed van pas, hè? Mooi! Prachtig! Voilà, dan moet ik ook naar boven al gedaan. Wat nu? Wat nu? Nee. Dat kon ik misschien 30 jaar geleden. Deze is de laatste dingen dat ik kan doen van deze stukje. Dan. Wat nu? Wacht, hè. Dacht dat ik het wist. Wat moeten we hier nou mee? Wacht, ik herken die symbolen. De volgorde van deze tekens lijkt wel belangrijk. Ja, doe niks. Ik heb een zin al zien. Deze is als laatste. Deze als eerste. Hey, er gebeurt iets.
Waar kun je deze? Deze is als derde. Dus deze als tweede. En we zijn 1, 2, 3, 4. En ja, we hebben het. Best wel diep. Ja, aan de zijkant lijkt een trap uitgehakt. Wacht hier, ik zoek het uit. Oké, wees voorzichtig. Hey, pas op waar je loopt. Heel erg een trap doen. Oké, we komen ergens. Dan ga je toch niet in zwemmen, hè? Het kan erger. Ik ben kletsnat. Wat moet ik hier nu doen? Het is gelukt! Ik ben aan de andere kant! Kun je de deur openen? Oh. Dan verkoot ik de deurknop. Deze was dus de video. Klasse. Thanks voor het kijken naar deze video. Mijn naam is altijd Dylan en joe.